En voor het allerlaatste shownieuws, ook uit Flevoland vandaag trouwens, schakelen wij live over naar de redactie van nu.nl. Daar zit voor ons klaar Lara Zevenberg. Lara, wat is het weer een aankondiging van Heb ik jou daar? Nou, niet normaal. Wat een ontvangst. Ja, want ik zeg, we gaan even naar Flevoland, want er speelt momenteel ook een showbizzaak in onze eigen rechtbank in Lelystad, hè? Ja, dat klopt. Ja, de familie van Jan de Bouffry die is daar aan het uitvechten wie welk deel van de erfenis krijgt. Mijn collega Hasna is daarbij aanwezig in de rechtszaal. En het komt er min of meer op neer dat de twee oudste kinderen van Jan de Bouffry, die hij dus niet met Monique heeft gehad, maar met een andere vrouw, die willen meer geld hebben. Daar komt het min of meer op neer. Die hebben nu beslag laten leggen op de woning van Monique, want de woning is nu van Monique. Want die zegt, ja, we willen gewoon nog een paar miljoen extra zien. Dat dient echt op dit moment. Dus ik ben heel erg benieuwd wat daaruit gaat komen. Je zou er bijna zeggen dat als er zoveel geld in het spel is, en dat heeft Jan natuurlijk van tevoren ook allemaal geweten, en die weet ook van de hoed en de rand en hoe het zit met die kinderen en zo, ja, dat allemaal gewoon geregeld zou zijn. Dat het zwart op wit op papier had gestaan en dat er dan geen gesteggel meer over kan komen. Nee, en dat maakt het altijd heel erg ingewikkeld met dit soort dingen. Hè? Want dat ga je met Rachel en Roxanne ook zien. Er is een deel is gewoon vastgelegd in het testament. Maar tegelijkertijd is er ook altijd een deel, bijna altijd een deel, dat automatisch naar de nog levende partner gaat. Nou, in dit geval is Monique natuurlijk een stuk jonger. Dus die leeft nog gezellig hopelijk een heel wat jaren door. En die kinderen zeggen, ja, we willen van dat deel, willen we eigenlijk meer. Daar komt het nu min of meer op neer. Het is gewoon, ik ben wel benieuwd hoe het zich verder uitspeelt. Ja. Het is natuurlijk de vraag hoe hard en hoe naar dit gespeeld wordt. De advocaat van Monique heeft, ik lees even mee wat mijn collega me net gestuurd heeft. Die heeft in de rechtbank verteld dat er in principe gedacht werd dat ze er gewoon onderling uit zouden komen. Maar dat de twee oudste kinderen ineens hun handen ervan aftrokken. Dat is nu het beeld dat geschetst wordt. Ja. Het is wel. Het is niet echt gezellig familiebanden aanhalen. Nee, maar het is natuurlijk sowieso, als het al zover moet komen dat je tegenover elkaar in de rechtbank staat, dan is het natuurlijk het leuke er al af, hè? Nee, dat moet je gewoon eigenlijk niet willen. Nee. Ik zou zeggen dat je dat ten alle tijde wil vermijden. Ja. Je spant hier niet zomaar aan. Dus ik ben wel benieuwd. En het is wel belangrijk, want er is dus nu ook beslag gelegd op het huis. Mm-hmm. En dat huis staat in de verkoop. Monique wil het huis ook graag verkopen. Maar dat maakt het heel erg ingewikkeld om het huis te verkopen, zolang er beslag gelegd op ja, dat mag dan ook niet verkocht worden, toch? Nee, en precies. Dus dat is even de vraag hoe dat nu verder gaat. En dan is er ook nog een kind van Jan en Monique samen. Ja, inderdaad. De twee jongste kinderen van Jan de Bouffry. Je hebt Bo en volgens mij Jan junior. Die zijn er ook bij aangesloten. Zij zitten dus weer heel erg aan de kant van hun eigen moeder, van Monique. Ik las net dat Bo is niet aanwezig in de rechtbank, maar Jan wel. Dus ik vind het echt zonde hoor, als een familie zo tegenover elkaar komt te staan. Ja. Ja, maar weer jongens, als er op een gegeven moment veel geld in het spel is, dan is het altijd. Moet je het zo goed geld. Je moet het ook zo goed geregeld. Maar ja, waarschijnlijk heeft hij dus goed geregeld. Maar gaan zij het dus aanvechten dat zij vinden dat hij het dus eigenlijk niet goed geregeld heeft? Ja. Ik vind het soort. Ja, het voelt een beetje als een trap na eigenlijk. Ja, ja, ja. En eigenlijk moet je toch respecteren, zoals hij, hè, zoals de dood in dit geval, het gewild heeft. Ja, dit is hoe. Precies, ja. En dat wordt nog wel interessant. Want ik bedoel, ja, nu voor de rechter is, gaan we natuurlijk ook zien wat er dan precies staat in dat testament. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe de rechter hier ook over gaat oordelen. Ja. Vaak bij zo'n kort geding is het toch, proberen toch nog alsnog met elkaar uit te komen. Ja. Dat zou ook nog heel goed kunnen. Ja. Eigenlijk is het respectloos om dit te negeren. Ja, eens. Ja. Oké, dan gaan we naar, daar hebben we het bijna nooit over, maar we vonden het toch leuk om een keertje naar de familie Hazes te gaan. Ja. Ja, ook een zaak die momenteel. Ik ontkom er vandaag niet aan. Nee, ik weet het. Vandaag de rechter. Gaat dit nou over die kroket of waar gaat dit nu over? Ja. Dit gaat over de gebruinde kroket. Rachel en Yvonne die horen vandaag via een schriftelijke uitspraak. Ze zijn allebei niet in de rechtbank aanwezig. Oh. Hoe de rechter nu oordeelt in het hele gebruik van inderdaad de term gecremeerde kroket. Maar ook in hoeverre het oké is dat Yvonne in een video Rachel er gewoon van beticht vertrouwelijke informatie van haar zoon te hebben uitgelekt. Want voor wie het nog niet heeft meegekregen, Yvonne heeft op een gegeven moment een brief voorgelezen in een van haar vlogs. Daarbij heeft ze gesuggereerd dat die brief geschreven is door André Hazes. Ze heeft gezegd dat die geschreven is door André Hazes aan Sarah van Soelen, zijn ex.
Zij heeft toen gesuggereerd in die video, ja, ik denk dat ik deze video of deze brief of van Rachel heb gekregen of van Sarah van Soelen. En Rachel zegt, dat kun je niet maken. Die video is een tijdje offline geweest en op een gegeven moment heeft Yvonne gezegd, ja, ik zie toch voldoende redenen om die weer online te plaatsen. En daar gaat dit kort geding over, want Rachel wil die video gewoon offline hebben. Daar komt het min of meer op neer. Oké. Ik vraag me af hoe lang het nog duurt voordat Yvonne Koldewijen echt opgenomen wordt, ook in de dikke Vandalen, een Yvonne Koldewijentje of zo. Want zij staat volgens mij echt bekend als de juice koningin op dit moment. Ja, zeker weten. Ja. Als je ook kijkt naar die andere juice kanalen, die richten zich ook steeds meer op vloggers en influencers. Hè? Dus ik bedoel, wat dat betreft heeft Yvonne ook wel een soort gat in de markt gevonden. Want wij als traditionele media vinden het ook interessant wat zij schrijft. Ja, al die influencers en zo, dat boeit mijn lezer gewoon wat minder. Dus daar doe ik ook wat minder mee. André Junior vierde wel zijn verjaardag zaterdagavond. In het bijzijn van Monique natuurlijk ook. Daar kreeg hij wel een heel mooi schilderij van. Vond ik echt indrukwekkend. 3 generaties André Hazes op 1 foto. Ja, dat is mooi. Ja, echt heel mooi. Wij hebben ook door een kunstenaar is dat gemaakt. Ja, dat vind ik een hele mooie. Nou, hij maakt ook een hele mooie lieve opmerking nog naar Monique, hè? Blijft toch een beetje de belangrijkste vrouw in zijn leven. Het is de moeder van zijn kind. Maar gaat hij dan toch? Ja, zou hij dan toch nog bij haar terugkomen weer? Echt? Nou. Denk jij het niet? Oh joh, het gaat al 10 keer aan en weer 10 keer uit. Ja, denk je dat? Ja. Hoe vind jij het ook voor het kind leuk vinden als ze gewoon bij elkaar komen? Tuurlijk. Ja. Belangrijkste. Maar dan wel ook gewoon solide en steady, hè? Dat hij geen rare uitvluchten meer heeft. Dat hij niet met poedendozen thuis komt of straallazers of zo. Precies. Dat hij gewoon een vader kan zijn voor zijn kind. Ja. Dat moet hij toch zelf ook willen. Hij weet wat hij gemist heeft. Ja, precies. Ja, dat zegt hij dan ook weer een paar keer nog. Ja. Ik wil er nog wat over zeggen, maar laten we erover ophouden. is er nog een leuk shownieuws? Nou, er ging dit weekend natuurlijk ook heel erg veel over een video die is opgedoken van een van de leden van Goldband. Tijdens een optreden heeft zij, op wat alle schijn ervan heeft, een zakje cocaïne aangenomen. Dat op zijn hand gedeponeerd en vervolgens dat opgesnoven. Die video ging viral en daarmee, dat is echt nog een understatement. Ik denk dat bijna niemand die video inmiddels gezien heeft, niet gezien heeft. Hij heeft daar dit weekend zijn excuses voor aangeboden. Omdat, hij zegt zelf ook van we hebben ook inmiddels jong publiek. Die zijn hier ook bij aanwezig. Die trekken het zich ook aan. Tegelijkertijd kun je ook zeggen, Goldband heeft ook een nummer over cocaïne gebruikt. Dus echt verrassend is het niet. Maar het is wel iets waar dit weekend echt heel erg veel mensen een mening over hadden. Dat heeft echt heel erg gespeeld. Dus ik ben wel benieuwd in hoeverre hun PR-campagne hier nog weer tegenop kan wegen. Nou ja, hij heeft het zich wel al gerealiseerd, want hij heeft ook beloofd dat hij het nooit meer zal doen. Ja. En dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk hierin. Tegelijkertijd vraag ik me dan af, wat bezielt je om dit op podium te doen? Dat je dit überhaupt doet, dat is aan jou, dat is niet aan mij. Maar waarom zou je dit in hemelsnaam voor de ogen van je publiek doen? Ja, nou, ik vond het nog wel even een dingetje ook. Ik had als organisatie van Eurosonic de Noorderslag, waarin de popprijs altijd uit wordt gereikt, had ik me nog wel heel eventjes achter de oren gekrapt van, moeten we dat op dit moment wel doen? Want ze hebben afgelopen zaterdagavond de popprijs gewonnen met 10.000 euro. Dat is meestal voor 2 liedjes zingen. Is het toen, met Bilal Wahib is het toen is het allemaal helemaal anders gelopen, hè? Met de popprijs en op zich had gekund. Ik denk dat ze daar tegelijkertijd ook wel een beetje van geleerd hebben, hoor, bij de organisatie. Van met Bilal zijn ook veel mensen er toch op teruggekomen van de situatie zat iets anders en we weten niet helemaal hoe het zat. Ja. En zegt het iets over hun muzikale kunnen dat hij dit doet op het podium? Nee, het is alleen gewoon niet handig. Nee, zo mag je het wel zeggen. Hij was een beetje dom. Ja. Goed. Ja. Nou, laten we het hierbij voor deze week, Lara. En we spreken we jou graag volgende week weer. Tot dan, hè. Oké, doei.